En hallo mensen, tof dat ik er weer een nieuwe video. Mijn naam is Rotti en ik ben hier vandaag in de map. Moet ik even spieken. Hoe heet deze map? God, ik ben deze map even kwijt. Ik ben even de naam van de map kwijt. In ieder geval, dit is een van de vier mappen van de DLC Sabotage. Oh, ik wist dat ik... Oh, dankjewel, bedankt voor de assist. Dat kon ik best wel even gebruiken. In ieder geval, dit is de eerste map die ik op internet die ik voor jullie speel van de map Sabotage. Noir, dankjewel. Noir, dat staat erbij. Ik vind dit een hele toffe map ten eerste. Ik heb deze map ook daar ook speciaal daarvoor gekozen om deze als eerste te spelen. Puur om het feit dat deze map een beetje mysterieus is. En dat vind ik er juist wel tof aan. En daarom speel ik deze nu. Nee, ik vind de... Oh, dat was een map. Oh, wauw. Ik vind het heel super. Ik speel trouwens met de KBA. Wat heb ik erop staan? Wat komt iedereen vandaan? Ik moet er wel bij zeggen dat ik deze map nog niet heel veel gespeeld heb. Dat ik hem gewoon heel tof heb. Maar ik heb hem nog niet zoveel gespeeld. Ik ken de map nog niet helemaal op mijn hoofd. Ik ben nog een beetje aan het zoeken. Maar. Dat mag de pret niet wegnemen. Ik vind die ook hier en daar zo een beetje door de map verspreid. Al die discos vind ik ook heel tof. Dat zit in Nederland zit dat ook verwerkt. Dus ik weet niet waar het nog meer is. Maar er zijn. Volgens mij zijn er twee of drie mappen zelfs waar dat niet verwerkt zit. Dat vind ik echt heel tof. Het heeft niet echt een hele grote toevoeging in mijn ogen. Alleen dat is echt gek dat. Oh mijn god, wat fucking scheef. Holy shit. Weet je wat? Vergeet dat. Vergeet dat maar. Ja, vergeet dat. Oh, wat? Oh. God, zo kijk ik me even dood van jou. Hebbes. Er zijn ook heel veel. Oh, heel veel levels in hoogte van deze. Oh, deze map heeft twee levels, dat weet ik wel. Nou, je hebt hier in ieder geval level 1 waar ik loop. En hier level 2 heb zelf bijna drie levels. En dat dit ook nog een keer naar beneden gaat, maar dat valt onder het eerste level. Dit is level 1. Dan ga je hier omhoog. Dit is ook nog een soort van level 1. En hierboven zit dus level 2. Oh mijn god, hier zitten er meerdere. In ieder geval, daar zit dus ook nog iets. Er zitten er op die manier heb je dus twee lagen, zoals eigenlijk heel veel mappen hebben, maar deze heeft dat heel tof ingericht. Oh. Waar is die? Dank je. Oh, ik had dat werk verwacht dat hij hier op me was om te wachten. Maar oké. Okay. In ieder geval, dit is dus de tweede laag. Hier heb je ook zo'n disco ding. Zo. Ik wist ook niet dat je vanaf hier ook erin kon. Oh, je kan ook vanaf beneden hier naar boven. Nooit gezien. Ja, ik heb de map ook nog niet zo heel veel gespeeld. Dat is niet zo gek op zich. Maar ik heb het nog nooit gezien. Kijk, dan kun je kan ook gewoon hier naar boven springen. Zo, checken, ben je er ook. Kent niet. Zit ik daarentegen niet zo heel chill als je gaat campen. Hup, waar is iedereen? Hou. Verder. De bocht is wat verder weg. Dus deze map is wel lastig, vind ik. Qua indeling. Hij is redelijk heel makkelijk, maar ik vind hem vrij lastig. Omdat er heel veel te zien is. Maar dat heeft misschien ook te maken met dat hij voor mij nog redelijk nieuw is. Kom dan. Wees een vent. Oké, okay, hier is iemand dood gegaan. Kom dan, wees een vent, wees een vent. Oké. Okay. Hier weer nog een mooi. Oh! Ik schrik me dood, pak. Deze mappen zijn heel tof uit. Ik vind deze er wel heel nice uitzien. Maar ik vind hem, zoals ik zei, nog een beetje lastig. Kijk, hier kan je ook nog naar boven, als je dat wil weten. Kan je hier ook weer boven in dat ding net. Ja, dat is niet zo heel handig met een wapen zoals deze. Ik kan het niet helpen. Dat is echt zo'n sniper, zo'n aparte sniperplek, weet je. Dus, ja. Als je dit nog steeds ligt. Oh, nu is er andere. Oh, er staan er twee. Er staan er zelfs drie. Zo. Oké. Hier nog iemand? Oké, niet. Hier kan je ook nog omhoog. Deze map is heel erg uitgebreid. Dat vind ik er wel heel tof aan. Oh, ja, ik dacht dat het een teammate was. Laten we het daar maar op houden, oké? Ja, laten we dat doen. In ieder geval, ik vind deze map dus, zoals ik zei, best wel heel tof wat dat betreft. Omdat die dus gewoon verschillende lagen heeft. En dat kan je heel nuttig
gebruiken. En bij deze map valt het ook best wel een beetje op. En dat vind ik er ook wel leuk aan. Dat het niet zo... Dat het niet zo onopvallend is. Het is gewoon... Het valt wel op. Oh, ja, ik had het niet moeten laden als ik naar boven loop. Maar hij valt op, maar het is toch wel... Ja... Anders, misschien. Nou, dat kan aan heel veel dingen liggen. Maar bij mij vind ik dat wat dit het is. Zo. Alsjeblieft, teammate. Oh! De OSA, goed zo jongen, mooie kill. Het is nog steeds positief, dat vind ik wel leuk, want ik heb deze map daadwerkelijk... Ik heb hem nu, dit is de derde keer dat ik hem speel. Want ik vind deze map, ik vond hem de tweede keer, hiervoor vond ik hem ook wel tof. En nu vind ik hem opnieuw tof, alleen hij is hem de... Oh, ik dacht dat hij het ook was. Hij is hem blijft wat lastig, dus ja. Dan moet je gewoon mijn leren leven, want dat is... Dus ja, meer is het niet. Oh, nu zitten ze aan die kant. Oké. Dat maakt het wat lastig. Maar nog steeds niet onmogelijk. Dan moet ik hier dus omhoog. En hier zit iemand meer. Oké. Ik ben hierna, trouwens, misschien leuk voor jullie, misschien ook niet, dan vergeten we... Oh, hallo Warden. Vergeet het anders maar dit is eigenlijk niet mijn... Het is niet mijn... Ja. Zover als ik hem gespeeld heb, vind ik dit een van mijn lievelingsmappen. Maar ik vind daarentegen vind ik Neon een hele toffe map. Ik vind de indeling van deze map het beste. Maar ik vind Neon, de layout van Neon, vind ik dan wel weer de beste. Want die is heel erg over... Dat heb je wel gezien. Godverdomme, en toch dan is die sneller, hè. God. Soms krijg ik echt zo'n hart, echt zo'n mini hart. Soms krijg ik echt zo'n mini hart aanval van deze game. Nee. Beter ben ik het nu niet kwijt. Anders zou ik echt fucked up zijn. Oké, volgende twee. Oh, dit lol. Ik dacht echt dat iemand was. Oké, ben ik er blij dat hij mij niet in één keer had. Anders had ik mijn specialist letterlijk weer weg. Nee. Fuck. We gaan, ik denk, winnen. Ja, we staan natuurlijk gelijk, dus dat is een beetje lastig te zeggen. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Oké, ik weet niet waar die gast zit. Ik red me op. Oh. Oh, ik had hem bijna geturnd. Dat is hem had, hè. Was maar ja. Een warfighter kan je niet zo heel vaak echt iets maken. Dus ik ook niet. Dus ja. Ik loop hier wel altijd door het midden en dat je hier altijd gesnuipt kan worden en al dat gedoe. En daar ben ik niet zo'n fan van dus. Nee, kom op. Ze switchen allemaal van wapen. Dat vind ik echt vervelend. Oké. Zo. Nee, kom op. Met twee man is niet eerlijk. Het is ook gewoon... Dat is wel een dingetje. Het is wel... Het kan, dat ligt niet aan de map, maar meer gewoon aan de manier hoe iedereen hem speelt. Ik red een beetje in mijn eentje, want ja, ik wil gewoon de map exploren. Maar op een manier redt iedereen dan met z'n tweeën. Altijd met z'n tweeën. Ik kom eigenlijk nooit iemand tegen die in zijn eentje is. Ja, je komt mij altijd tegen een eentje, maar op het moment dat je zelf weet je met z'n tweeën ben je hem eigenlijk altijd slimmer af. Dus ja, in ieder geval, dit is dus de eerste map die ik het top vind qua indeling en ook qua graphics. Echt heel goed vind. Dat is de map Noir. Waarschijnlijk volgende week of ergens in deze week gaan jullie ook nog de map Neon zien. Je hebt ook nog Renaissance, dat vind ik een hele top map qua indeling. En ja, de graphics, dat zijn zo mooi, maar ik heb er niet heel veel mee. Dan heb je nog die laatste map, die soort zandmap. En daar heb ik dan weer echt heel weinig mee. En waarom? Dat zal ik meteen even uitleggen. Even kijken. Dat is, ja, dit vind ik een hele toffe map qua indeling. Deze vind ik heel tof qua graphic, maar qua indeling vind ik hem eigenlijk niet zo nice. Dan heb je nog de laatste map. En die ziet er, als je die kan ik die zien? Nee. Kan ik die zo? Kan ik die in beeld krijgen? Dat is 2. Nee. Nou, het werkt niet. In ieder geval, je hebt nog, er is nog een map. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe die map heet. En dat is een hele grote map met zand en gedoe. En er zitten heel veel sniperplekjes. En daarom vind ik hem niet leuk. Puur met het feit, het is een remake van een oude map. Waarvan ik ook de naam even niet op mijn kop ken. Maar dat is een map waar heel veel sniperplekjes zitten. Heel veel campspotjes. En een hele grote open vlakte. En dat vind ik eigenlijk niks, omdat ik gewoon geen sniper ben. Dus ik gebruik geen snipers, ja. Ik heb een sniper class staan voor, je weet maar nooit. Dus deze.
Maar dat is puur omdat als je een sniper nodig hebt, heb je een sniper. Maar ik gebruik hem eigenlijk nooit. Daarom is hij ook nog steeds niet max. Dus in ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe zeker even een blauw duimpje. Maar vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden. En dan zou ik zeggen, als jullie dit tof vinden, laat dan zeker even support achter. Want dan gaan we gewoon verder met deze video's. En dan gaan we gewoon nog meer nieuwe DLC's en sabotage spelen. En ja, dan gaan we gewoon lekker door. In ieder geval, iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Zeg ik later. Dag en doei.